Vaak bij wedstrijden voel ik niet heel veel druk. Als ik weet dat alles goed is gegaan, dat ik al mijn trainingen heb gedaan, ik heb goed geslapen, goed gegeten, ik heb alles goed gedaan, dan is voor mij een heel stuk druk weg, omdat ik weet dat ik alles aan heb gedaan. Als ik in het wiel hang bij iemand, dan denk ik altijd van oké, ja, het is best wel lekker om even 10 minuten mijn benen los te fietsen, maar het liefst zit ik op kop, dan doe ik ook echt wat voor mijn gevoel. Ik zoek altijd een flow en ik weet wanneer ik waarop op een stuk van het schaatsen, waar ik zit met welke slag. Maar als ik dan in één keer van buitenaf mijn coach roepen van nu gas, dan pakt hij daar de draad even voor me op. Dan zit ik misschien te veel in mijn flow en dan zegt hij oké, wijk er even van af, geef nu even gas en dan kan je misschien daarna weer oppakken. En dan vind ik het heel fijn als ik gewoon dan weer op de kruising kom en ik krijg weer de bevestiging dat het de ronde gewoon identiek is. En als je zelfs een beetje naar beneden gaat, dan geeft dat energie. Of je hoort in één keer je coach aan de zijkant, hoor je hem roepen van je kan de ronde door. En dan ga je die binnenbocht in en dan klap je de volgende door. Dat soort dingen, dat vind ik heel mooi aan schaatsen.